Welkom bij Radio Standvaste en in samenwerking met Cult Noord gaan wij vandaag in gesprek met drie verschillende politici. Mijn naam is Naomi Tuininga en ik zit hier nu met Walter Freeman. Welkom. Dankjewel. Yes, en Walter is van GroenLinks Noord-Holland. Wil je wat over jezelf vertellen? Mijn naam is Walter Freeman. Ik ben geboren in Amsterdam Zuidoost. En op dit moment woon ik in Amsterdam-West en door de week werk ik als bedrijfsleider bij de Woonbond. Dat is een belangenorganisatie die zich inzet voor de belangen van huurders en de woningzoekenden in Nederland. Oké. En hoe lang ben je al bezig met politiek? Of echt actief? Eigenlijk al best een tijdje. Ja. Ik ben vanaf mijn 18e al op verschillende manieren politiek actief, maatschappelijk actief geweest. En echt politiek, ik heb zo'n 15 jaar geleden ongeveer, even denken, 2010. In 2010 werd ik duoraadslid in Haarlemmermeer. Dus dat is dat je niet verkozen bent, maar wel mee mag debatteren in commissievergaderingen. Dus ik heb toen al wat politieke ervaring op kunnen doen. En nu, jaren later, kandideer ik me voor de Staten. Ja. En waarom dan GroenLinks? Waarom past dat bij jou? Nou, de afgelopen periode hebben we gezien dat er heel veel mensen waren die toch wel het lastig hebben of lastiger hebben gekregen. Denk aan de hoge energierekening of dat mensen geen huis kunnen vinden dat betaalbaar is. En aan de andere kant zien we ook dat er grote bedrijven zijn die de omgeving vervuilen, maar tegelijkertijd ook hun eigen winst belangrijker lijken te vinden dan de gezondheid van de mensen in de directe omgeving. Denk bijvoorbeeld aan een Schiphol of een Tata. GroenLinks is een partij die daar iets aan wil doen, die de wooncrisis wil aanpakken en die ook de klimaatcrisis serieus neemt. En om die reden wil ik me graag inzetten voor GroenLinks en dan dit keer dus voor de Staten. Ja, want GroenLinks is natuurlijk best wel een grote partij nu ook al in Noord-Holland. Ja, de grootste. Ja, precies. En ik neem aan dat er dan al veel gedaan is. Wat is er al gedaan de afgelopen 4 jaar, wat jij weet? Nou, best veel. We hebben bijvoorbeeld toen we zagen dat de pandemie aan de hand was, zeg maar. Ja. Toen hebben we ervoor gezorgd dat er budget beschikbaar kwam, zodat we heel veel maatschappelijke instellingen en culturele instellingen konden helpen, zodat ze als het ware door die storm heen konden komen. Ook hebben we ervoor gezorgd dat er meer aandacht is gekomen voor Kitty Kotti. Daarnaast hebben we ook nog in Noord-Holland excuses aangeboden voor de slavernij. Dat heeft de commissaris van de Koning gedaan. En daarnaast hebben we ook laten zien dat we, ik geloof, een hele hoop extra hectare aan natuur willen gaan realiseren, waarvan een deel van die natuur ook al is gerealiseerd in de afgelopen periode. Dus we hebben ook voor meer groen gezorgd in de provincie. En daar gaan we de komende jaren mee door. En daarnaast hebben we ook laten zien dat het mogelijk is om als provincie iets strenger te zijn naar grote vervuilende bedrijven toe, zoals bijvoorbeeld Tata Steel. Dus we hebben eigenlijk best wel veel goede dingen gedaan de afgelopen periode. En dat was voor mij ook een van de redenen om op politiek niveau te willen gaan inzetten. Want als ik mezelf nu kandideer, dan wil ik wel iets kunnen doen wat echt verschil maakt. En GroenLinks heeft de afgelopen periode door mee te besturen ook laten zien dat het mogelijk is om vanuit het provinciebestuur echte keuzes te maken waardoor de provincie groener en socialer wordt. Ja, en wat bedoel je met socialer? Nou ja, dat je ook oog hebt voor mensen die het lastig hebben. Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat er aandacht is voor cultuureducatie. En we willen ook dat als mensen minder te besteden hebben, dat we middelen beschikbaar stellen, zodat die mensen bijvoorbeeld gratis naar een museum kunnen, bijvoorbeeld, of naar een andere culturele instelling. Dus op die manier proberen we als provincie ook bij te springen als we zien dat gemeentes wat bepaalde onderdelen betreft misschien wat hulp kunnen gebruiken. Want niet iedere gemeente heeft heel veel geld om altijd alles te doen. Mm-hmm. En juist op dat vlak is de provincie echt een goede partner die dus kan bijspringen op het moment dat de gemeentes die hulp nodig hebben. En de mensen dus ook die daar wonen. Ja, en hoeverre gebeurt het al dat er bijvoorbeeld geld is voor mensen die niet geld hebben om naar een culturele instelling te gaan? Ja, dat gebeurt nu al. Ja. Maar we hebben ook wel de afgelopen periode gezien dat het belangrijk was om daar iets meer bij te doen. Juist omdat we zagen van, culturele instellingen krijgt het ineens heel erg moeilijk. En er zijn ook gemeentes die dat zelf konden doen. Maar waar het minder mogelijk was vanuit de gemeente zelf, hebben we als provincie bijgesprongen. Ja. En jij bent nummer 4 nu op de lijst. Klopt dat? Hoe kom je op nummer 4? Hoe komt dat?
solliciteren. Je kandideren als kandidaat. En dan schrijf je een brief voor je gesprekken. En dan probeer je vooral te laten zien waar je voor staat en wat je belangrijk vindt. En in mijn geval is het zo dat ik het met name belangrijk vind dat we aan de ene kant dus oog blijven houden voor die mensen in onze samenleving die pech hebben gehad of die het lastiger hebben in de knel lijken te komen. En aan de andere kant is het ook heel belangrijk dat we ervoor zorgen dat onze natuur wordt beschermd. En dat we ook rekening houden met dat we zuinig zijn op het stukje natuur dat we nog hebben. Ja. En die twee dingen, die vind ik heel erg belangrijk. En GroenLinks is een partij die zich daar niet alleen maar voor uitspreekt, maar ook actief stappen zet om actief die klimaatcrisis aan te pakken en die wooncrisis aan te pakken. Ja, en hoe gaat dat samen, die klimaatcrisis en die wooncrisis? Ja, hoe kan je die kernwaarden dan samenvoegen, als het ware? Wat heeft het met elkaar te maken? Heeft het iets met elkaar te maken voor jou? Aan de ene kant zou je kunnen zeggen dat het echt twee losse problemen zijn. Hè? Maar laat ik even bij het wonen beginnen. We hebben een ontzettend groot woningtekort. Hè? Ja. Er zijn landelijk geloof ik meer dan 300.000 woningen die we tekort komen. En in Noord-Holland proberen we inderdaad de komende periode in ieder geval betaalbare woningen te bouwen. Want de vraag is niet alleen dat er een gebouwd moet worden, maar we moeten ook bedenken voor wie we precies willen gaan bouwen. En het is belangrijk dat de bestaande voorraad, hè, dus de huizen die er nu al zijn, goed geïsoleerd worden. Omdat we bijvoorbeeld hebben gezien dat als het heel erg koud is, sommige mensen het echt gewoon heel koud hebben en niet een superhoge energierekening willen hebben. Dus niet de verwarming heel erg hoog willen zetten. En vandaag sneeuwde het toevallig buiten, maar als we teruggaan naar afgelopen zomer, vorig jaar, toen hadden we dus in 2002 gewoon een droogterecord. Mm-hmm. En dat had ermee te maken dat het zo waanzinnig heet was, dat sommige mensen die thuis waren, hè, misschien hebben een paar luisteraars het ook wel, dat het zo heet was, ook als je alle ramen en deuren opende, bleef je huis gewoon heel erg heet. Dat is omdat die hitte gewoon niet kon ontsnappen. Ja. En die hete zomer kwam dus door de opwarming van de aarde. Ja. Dus als je het hebt over, wat hebben die twee met elkaar te maken? Dan aan de ene kant moeten we ervoor zorgen dat huizen niet alleen goed geïsoleerd zijn, maar ook dat als we nieuwe huizen gaan bouwen, dat we ervoor zorgen dat de hitte dan ook kan ontsnappen. Maar ook dat als het wat kouder is, je niet de verwarming super hoog moet zetten om een beetje normaal door je huis te kunnen lopen. En aan de andere kant is het ook nog eens zo dat we voorkomen dat de klimaatcrisis erger wordt. Dus is het belangrijk om bijvoorbeeld grote bedrijven die heel veel uitstoot hebben, dat wij ze helpen om te vergroenen, zodat ze niet alleen maar kunnen blijven bestaan, maar ook dat we ervoor zorgen dat we de verhoging van de temperatuur van de aarde in ieder geval beperken, zodat we de aarde leefbaar houden voor volgende generaties. Ja, en dat is iets waar GroenLinks zich voor inzet. Is dat iets wat we ook echt kunnen bereiken? Aankomende periode, al is dat haalbaar? Ja, kan gewoon. Ja? Ik weet niet of het lukt om alles op te lossen binnen 4 jaar. Maar we kunnen wel de juiste stappen in de juiste richting zetten. Ja. Weet je wat het is? We hebben in de provincie de komende jaren een aantal hele belangrijke keuzes die we gaan maken. Die echt fundamenteel zijn voor de jaren daarna. Zoals? Hebben we genoeg betaalbare woningen in 2030? Lukt het ons om de uitstoot van stikstof te halveren in 2030? Gaan we grote vervuilende bedrijven aanpakken? En ervoor zorgen dat bedrijven meer rekening houden met de gezondheid van de omwonenden? Hebben we genoeg natuur in Noord-Holland? Hoe ziet die natuur er dan uit? Dat zijn allemaal vragen waar we de komende jaren een antwoord op gaan moeten geven. En daarom is het ook belangrijk dat mensen vooral gaan stemmen. Want het soort, de soort provinciale staten die we straks krijgen, de mensen die straks verkozen worden, de partijen die daarin komen en hoe groot ze zijn, dat gaat echt invloed hebben op hoe je verhoudingen liggen en wat voor keuzes er gemaakt gaan worden. En als je naar mij vraagt, is het echt tijd voor groene sociale politiek, waar we oog hebben voor de mensen die er wonen en ook oog hebben voor de zeldzame, schaarse natuur die we hebben. Daar moeten we echt zuinig op zijn. Ja. En ik denk dus dat als mensen gaan stemmen, en als je mij vraagt, als we mogelijk dus op GroenLinks gaan stemmen, mm-hmm, dat we er echt voor kunnen zorgen dat als we in 2030 zitten en dan terugkijken, dat we dan kunnen zeggen, ja, we hebben gedaan wat we konden, we hebben het goed gedaan. En dat is dus waarom ik me wil inzetten de komende jaren. Ja. Het is natuurlijk zo op het moment dat jij statenlid wordt, dat je ook met andere mensen, andere partijen moet samenwerken. Wat is nou iets waarvan jij, GroenLinks, zegt, daar gaan wij geen compromis over sluiten? Klimaat.
Oké. Ja, nee, dat is het echt. Kijk, die klimaatcrisis is zo ernstig dat we het ons niet kunnen permitteren om nog langer besluiten voor ons uit te schuiven. Geen besluit te nemen. Te zeggen, te wel zien hoe dat gaat. Want de afgelopen jaren hebben we gewoon gezien wat er gebeurt als je bedrijven vrijlaat. Dan kiezen ze altijd voor winst boven mensen. En als GroenLinks vinden we dat we in het beleid dat we maken, dus als we straks in de Provinciale Staten besluiten nemen, dat we echt moeten kijken naar, oké, wat zijn de effecten voor het klimaat? Gaan we hiermee ervoor zorgen dat we die opwarming van de aarde beperken? Of is het zo dat we het misschien zelfs erger zouden maken als we de andere kant op gaan? En ik denk dat ik niemand hoef te vertellen dat GroenLinks er natuurlijk voor is om ervoor te zorgen dat we echt rekening houden met onze natuur en de opwarming van de aarde. Ja, exact. En waarom zouden mensen op jou moeten stemmen en niet op een andere kandidaat van GroenLinks? Nee, alle kandidaten van GroenLinks zijn natuurlijk echt toppers. Ik bedoel, Een hele goede lijst. Natuurlijk zeg je dat. Rugama was eerder in de uitzending. Ja. Ik bedoel, als mensen bijvoorbeeld graag mevrouw zouden willen stemmen, dan kun je ook op Rugama stemmen bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, waarom zou je op mij kunnen stemmen? Nou, als ik kijk naar wat voor soort kandidaat ben ik. Dan ben ik iemand die de samenwerking op wil zoeken waar dat kan. Ik vind het leuk om een gedragen besluit te nemen waar een beetje consensus is. Maar als het noodzakelijk is, vind ik het ook niet erg om een scherp debat te voeren op de inhoud. Oké. En als je die manier van politiek voeren belangrijk vindt, en waar ik me dan persoonlijk heel graag voor wil inzetten, is echt de aanpak van de wooncrisis met name. Omdat dat echt iets is waar ik wel heel erg mee bezig ben, ook in mijn werk door de weeks. Dan zou ik zeggen, als de dingen die je nu hoort goed klinken, nou, dan zou je dus op mij kunnen stemmen. Ja. En als wij bijvoorbeeld denken aan de jongeren, waarom zouden jongeren op jou stemmen? Nou ja, kijk, ik had het net al over dat we de aarde bewoonbaar moeten houden voor toekomstige generaties. Ja. En de jongeren zijn nu echt aan zet. Want zoals ik zei, de keuzes die we nu gaan maken, die gaan echt heel veel invloed hebben. En ik vind het heel belangrijk dat de stem van jongeren ook gehoord wordt in de politiek. Niet alleen omdat jongeren hele verstandige dingen hebben om te zeggen, maar ook omdat het belangrijk is dat jongeren actief meedoen. En ervoor zorgen dat als er besluiten over ze worden genomen, dat de jongeren in ieder geval meegenomen zijn in dat besluit. Ja. En ik heb zelf, toen ik 18 was, voor het eerst inderdaad kunnen meedenken met politieke zaken die speelden. En ik heb er heel veel aan gehad. Niet alleen omdat ik daar een beetje van kon leren van hoe werkt die politiek nou eigenlijk, maar ook omdat ik merkte dat als je inderdaad op een goede manier met de juiste mensen weet te overleggen, dat je uiteindelijk tot hele mooie besluiten kunt komen. Ook als je dus heel jong bent. Dus ik ken jongeren. Ik was zelf ook een jongere die heel jong de politiek inging. Dus ik neem de stem van jongeren heel erg serieus. En ik vind dat die ook nog meer gehoord moet worden. Onze nummer 1 trouwens, de lijsttrekker Anouk Gielen, die is 23. Dus ik denk dat GroenLinks wel een partij is die de stem van jongeren heel goed kan vertolken. Ja. Praat jij zelf met veel mensen die niet per se in de politiek zitten, maar gewoon burgers? Praat je veel met mensen? Ja, best wel. Ja, ben jij zichtbaar ook voor hen? Nou ja, ik ben natuurlijk in deze campagne op heel veel buurthuizen geweest. Ja. Theewezen drinken met heel veel mensen. Ook heel vaak de straat op, langs de deuren, door de hele provincie. Dus daar kom je heel veel mensen tegen. Ook wel gewoon mensen die thuis zijn in de buurt. Dan kun je vragen, nou, hoe is het dan om hier te wonen? Maar hoor je ook van wat voor zaken spelen en ook waar de provincie eventueel een rol zou kunnen gaan spelen. En daarnaast heb ik zelf ook gewoon een redelijk groot netwerk. Ik ken ook heel veel mensen die verschillende achtergronden hebben, verschillende dingen meemaken, verschillend in het leven staan. En ik hoop dat ook wel mee te nemen in de politiek, omdat ik die mensen natuurlijk gewoon blijf spreken. Dat deed ik hiervoor al voordat ik kandidaat was. En dat zal ik ook zeker blijven doen nadat de verkiezingen zijn geweest. Omdat ik het belangrijk vind dat als je in de politiek actief bent, je echt wel verbonden blijft met de mensen waarvoor je het doet. Omdat je anders het risico loopt dat je misschien in een soort van bubbel terechtkomt. Ja. En dan vergeet waar die mensen mee te maken hebben. Die echt gewoon elke dag opstaan. Misschien een gezin hebben, boodschappen moeten doen en dat soort dingen. Ja. Dus ik denk dat ik wel verbonden ben, ja. Mm-hmm. En de zichtbaarheid, nou, dat kan altijd beter. Maar ik probeer er wel aan te werken, ja. Oké, kunnen we jou vinden op social media bijvoorbeeld? Ja, ik ben sinds kort begonnen met Instagram. Oké, cool. Dus mensen kunnen me vinden op @WN Freeman met de dubbel N op het einde. Oké. Of is ook gewoon Walter Freeman, dan vind je me volgens mij ook wel. Ja. En daarnaast ben ik ook gewoon te vinden op LinkedIn en Twitter. Ja. Even iets anders. Klopt het dat jij verbonden bent aan Kleur de Kamer? Klopt. Wat is dat?
Kleur de Kamer is een platform die zich bezighoudt met kandidaten van diverse achtergronden. Om die toch wel wat meer in de spotlight te zetten. Je zou kunnen zeggen, hè, er wordt wel gewerkt aan diversiteit aan de politiek op dit moment, maar het kan natuurlijk een stuk beter. En wat Kleur de Kamer doet is verschillende kandidaten met verschillende achtergronden even wat extra aandacht geven, zodat mensen ook weten van, hey, ik kan op die mensen stemmen. Maar ook, zodat mensen die zichzelf niet herkennen in de politiek, of veel minder herkennen, zien van, hey, wacht eens even, dat is iemand die op mij lijkt. Het kan dus wel. En ik vind het juist heel erg belangrijk, omdat vertegenwoordiging echt wel uitmaakt. Als jij jezelf niet herkent in de politiek, of je ziet jezelf niet terug als het over allemaal serieuze onderwerpen gaat bij de NOS of iets dergelijks, dan denk je misschien, ja, het zal vast niks voor mij zijn. Of je denkt dat je niet serieus genomen zal worden. En ik denk dat Kleur de Kamer juist een goede bijdrage levert aan het veranderen van die denkwijze. Door te laten zien van, nee, kijk, er zijn veel kandidaten die op jou lijken. Er zijn kandidaten met ouders die niet in Nederland geboren zijn. En er zijn ook, en deze kandidaten, die zijn niet alleen heel goed bezig, maar ze staan ook echt ergens voor. En ik hoop dat dat met name dus jongeren zal inspireren om zelf ook maatschappelijk actief te worden. En misschien zelfs politiek actief. Omdat op die manier veel meer mensen misschien wel niet alleen maar denken, hey, ik word wel serieus genomen, maar misschien ook wel denken van, hey, het lukt ook om daadwerkelijk iets te gaan bereiken straks. Dus ik vind het alleen maar goed dat Kleur de Kamer bezig is op die manier. Yes, nice. Ik denk dat we het hierbij laten. Dank je wel. Ja, jullie ook bedankt. Ja. En naar alle luisteraars zou ik willen zeggen, ga vooral stemmen. Want er staat echt iets op het spel. Ja, zeker. Eens. Dank je wel.